Een van de zaken die bij dit onderwerp de hele tijd terug zullen komen, zijn de burgerrechten van de zwarte bevolking. En in deze video gaan we eens kijken naar de burgerrechten van die bevolking in de zuidelijke staten in de periode 1865-1918. Want dan is er behoorlijk wat te doen rondom die burgerrechten en dat is een gevolg van die Amerikaanse burgeroorlog die in 1865 is afgelopen. In die oorlog stonden de zuidelijke staten tegenover de noordelijke staten. Het zuiden had zich afgescheiden van het noorden, omdat zij het niet eens waren met de kant waar de Verenigde Staten naar opgingen. Zij wilden vrij kunnen handelen met de Engelse katoenindustrie, maar vooral wilden zij dat de slavernij zou blijven bestaan in het zuiden. En daar was men in het noorden juist niet mee eens. Maar goed, uiteindelijk winnen de noordelijke staten dus die burgeroorlog en daarmee komt er ook een definitief einde aan de slavernij in de Verenigde Staten. Het congres neemt in 1865 het 13e amendement op de grondwet aan, waarin staat dat slavernij in de Verenigde Staten niet meer voor mag komen. Nou, daar is men over het algemeen in het noorden hartstikke blij mee, in het zuiden juist niet, want daar dreef de hele economie eigenlijk op die slavenplantages. En het congres wist dan ook goed dat er een hoop te doen zou zijn als de burgeroorlog voorbij zou zijn en het noorden en het zuiden weer bij elkaar gevoegd zouden worden. Dus ze waren al tijdens de oorlog bezig met te bedenken hoe ze dat zouden gaan doen. Hoe zouden ze Amerika weer één land kunnen maken? En dat werd de zogenaamde reconstructie genoemd. Nou, en uiteindelijk vindt die reconstructieperiode plaats van 1865 tot 1877. En wat doet men dan vooral? De federale overheid die probeert de burgerrechten van de freedmen in het zuiden te garanderen. Dat is een van de belangrijkste punten van die reconstructie. En die freedmen, dat zijn dus eigenlijk, als je dat letterlijk naar het Nederlands vertaalt, de bevrijde mensen. En nou ja, dat betekent dus die bevrijde slaven. Die hebben in 1865 overal in de Verenigde Staten hun vrijheid gekregen. En nu moet er volgens de federale overheid in Washington ook voor gezorgd worden dat zij ook gelijk behandeld worden. Dat hun burgerrechten dus beschermd worden. En ook dat gaan de president en het congres proberen in de grondwet vast te leggen. Er worden nieuwe amendementen op de grondwet aangenomen, zoals in 1866 het amendement waarin staat dat er gelijke behandeling voor alle burgers moet zijn in de Verenigde Staten, ongeacht kleur of ras. Dit is het 14e amendement op de grondwet. En een paar jaar later volgt het stemrecht voor zwarte mannen. En dat is het 15e amendement op de grondwet. Allemaal grondwettelijk vastgelegd door die federale overheid. Maar goed, we hebben al eerder gezien bij die staatsinrichting van de Verenigde Staten dat iets wat de federale overheid oplegt, dat er niet zomaar overal nagevolgd wordt in de verschillende deelstaten. En zeker in de zuidelijke deelstaten leverden al die amendementen over de zwarte burgerrechten ja toch behoorlijk wat onvrede, wat frictie, wat vrevel op. En de zuidelijke staten die weigeren dan ook dat 14e amendement. Dat amendement dus waarin gezegd wordt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, ongeacht kleur of ras. Het gevolg daarvan is dat de noordelijke legers de zuidelijke staten gaan bezetten om de zwarte burgerrechten te beschermen. Hier op het kaartje zie je die zuidelijke staten die zich hebben afgescheiden. Dat was dus die confederatie die vocht tegen noordelijke staten in de burgeroorlog. En nou ja, die zuidelijke staten die worden in 5 militaire districten ingedeeld. Daar komen dus onder leiding van 5 verschillende generaals noordelijke legers om de boel te controleren. Ja, het zuiden voelt zich natuurlijk zwaar in zijn eer aangetast. Ze hebben al verloren. Nu worden ze ook nog eens onder een soort toezicht gesteld. Dat vinden ze helemaal niks. Dat zorgt er wel voor dat ze weer toe kunnen treden tot de Verenigde Staten. Je ziet in ieder gebied, in iedere staat, zie je 2 data staan. De bovenste datum is het moment waarop die staat weer toetreedt tot de Verenigde Staten. Dan horen ze er echt weer bij. Maar je ziet ook nog een tweede datum staan die de hele tijd onderstreept is. Zoals bijvoorbeeld bij Texas, 14 januari 1873. Nou, dat is de datum waarop er opnieuw een conservatief bestuur aan de macht komt in die staat. En in die tijd was dat nog vaak een democratisch bestuur, waren de republikeinen juist heel erg progressief. En dat conservatieve bestuur van die democraten, ja, dat was vaak dus een bestuur dat eigenlijk terug wilde naar de situatie van voor de Amerikaanse burgeroorlog. Die waren het niet eens geweest met die afschaffing van die slavernij, met al die andere amendementen die ervoor zorgden dat de zwarte bevolking net zoveel burgerrechten kreeg als de blanke bevolking. En ze wilden alles dus terugbrengen zoals het was. Ze waren dus heel conservatief ingesteld. En die gedachte zag je niet alleen in de politiek, maar die zag je eigenlijk in de hele samenleving.
Zo wordt vanaf 1865 al door de zogenaamde Ku Klux Klan, de KKK wordt die in de Verenigde Staten vaak genoemd, eigenlijk een soort terreurbewind uitgeoefend onder de zwarte bevolking in de zuidelijke staten. Wat is die KKK? Het is een geheime organisatie van blanken, in het zuiden dus, die de zwarte bevolking, maar ook mensen die voor de zwarte burgerrechten opkwamen, terroriseerde. Hier rechts zien we een prent die verspreid werd in het jaar 1867, waarbij gedreigd werd door die KKK, dat zie je daar op die ezel staan, om mensen op te hangen die zich inlieten met die strijd voor die zwarte burgerrechten. En dat gebeurde ook. En het verzet in de zuidelijke staten tegen de burgerrechten van de zwarte bevolking werd steeds groter. En het congres besefte ook dat dit niet de goede weg was en in 1877 worden de noordelijke legers dan ook teruggeroepen. Ze moeten het zuiden verlaten. En in die zuidelijke staten, waar op dat moment dan overal weer zo'n conservatief bestuur aan de macht is gekomen, zorgt dat eigenlijk voor het begin van de zogenaamde segregatie, de rassenscheiding. Die wordt namelijk vastgelegd vanaf 1887 in de zogenaamde Jim Crow-wetten. En Jim Crow, dat is eigenlijk een bijnaam, of niet eens een bijnaam, maar eigenlijk een scheldwoord zou je kunnen zeggen, voor, sorry dat ik het zeg, domme negers. Die werden vaak Jim Crow's genoemd. Die Jim Crow-wetten waren dus wetten die door de deelstaten zelf werden opgesteld. En die gingen dus in tegen de beslissingen die door de federale overheid, vooral het congres, gemaakt werden. Eigenlijk probeerden die Jim Crow-wetten de werking van die amendementen die door het congres waren opgelegd een beetje terug te draaien of af te zwakken. En daardoor ontstond er een systeem van segregatie. Het woord kwam net ook al voorbij, dat betekent dus rassenscheiding. En hier zie je daar voorbeelden van. In die zuidelijke staten zag je dat de bevolkingsgroepen blank en zwart steeds meer gescheiden van elkaar moesten leven, zeker in het openbare leven. Zo kwamen er, als je links op de foto kijkt, verschillende wachtruimtes bij bijvoorbeeld artsen of op stations voor zwarte en voor blanken. Nou, op die middelste foto zie je ook, er kwamen verschillende drinkvoorzieningen. Je ziet er boven staan white en colored. En ook in de cafés, zoals je rechts op de foto ziet, waren er aparte ruimtes voor blank en voor zwart, voor white en voor colored. En dat is dus segregatie, rassenscheiding. En in al die zuidelijke staten kwam dat opzetten. En in feite betekent dat dus ook dat die zwarte burgerrechten in die zuidelijke staten, dat die feitelijk eigenlijk niks waard waren. De zwarten werden toch als tweederangs burgers gezien. Ja, en je zou zeggen, daar kan die federale overheid dus dan toch iets tegen doen, of niet? Kunnen die deelstaten dit dan echt zomaar zelf beslissen? Ja, uiteindelijk beslist het de Hoge Rechtshof in 1896 dat gescheiden voorzieningen niet in strijd waren met de grondwet, als ze maar gelijk waren aan die voor blanken. Oftewel, je mag mensen best van elkaar scheiden, maar dan moet je ze wel allebei dezelfde soort voorzieningen aanbieden. Daarmee was het dus ook echt een federale basis, een wettelijke basis voor die Jim Crow-wetten. En vanaf dat moment, vanaf die beslissing, zie je dat het systeem van segregatie heel erg snel uitgebreid wordt. In theorie moesten de voorzieningen voor blanken en voor zwart dus helemaal gelijk zijn. In de praktijk zag je dat het echter anders was, dat die voorzieningen voor de blanken veel beter waren dan die voor de zwarte. Ja, en kan die president daar dan niks aan doen? Als machtigste man van de Verenigde Staten? Nee, de presidenten durfden niet in te grijpen omdat ze bang waren om de blanke stemmer in het zuiden te verliezen. En die stem hadden ze hard nodig om weer herkozen te worden. En daarom werd dat systeem van segregatie oogluikend toegestaan door de presidenten. Ze konden het niet aanpakken uit angst om niet meer herkozen te worden. In een volgende video zullen we dan eens gaan kijken wat dit betekent voor het leven van de zwarten in die zuidelijke staten.